Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 3 hier in Zandvoort. Heb je aflevering 2 in China gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop in deze aflevering verschijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat jullie geen enkele video meer van me missen. We gaan nu lekker door met de kwalificatie. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie in Zandvoort. De auto is mooi aangepast. Wat vinden jullie ervan? Hij is blauw, wit, rood en oranje. De Nederlandse vlag is er gewoon in verwerkt. De pakken zijn anders. De helm is anders. En ik vind hem heel mooi geworden. Ik heb geen sponsors op de halo gezet. Waarom? Ja, ik wil toch dat de auto meer het onderwerp wordt in plaats van de sponsors. Want die komen gewoon in Spanje, sorry. In Canada komen die volgens mij gewoon terug. Want dit seizoen is maar heel erg kort. Normaal gesproken zouden we nu in Spanje zitten, na Zandvoort. Maar dat is nu Canada geworden. We zijn inmiddels aanbeland bij sector 3. Verstappen had een 1.11 zoveel laten noteren volgens mij. En wij komen nu bij de laatste bocht aan, rechterstuk DRS geopend en wij zetten een 1.12.9 neer op P4 op dit moment. En we hebben iemand achter ons zitten. Ik weet niet wie dat is, maar we gaan hem even ophouden gewoon. Oh, hij zet hem hier al naast. Oké, is dat Perez? Nee, dat is Lance Stroll. Het is inmiddels P15 geworden. En ik weet niet of het verstandig is om eigenlijk naar binnen te duiken. Want we hadden gewoon kunnen kiezen om dit rondje niet te rijden. Maar ik neem het zeker voor het onzekere en ga gewoon nog een keer naar buiten. Om misschien een positie hoger te komen en die P15 te verdedigen. Want er gaan maar, als ik dat goed zeg, 16 auto's door. We verliezen wel wat met de delta. Groen in sector 1, groen in sector 2. Een tiende ongeveer onder onze tijd en het blijft een P15. En de vlag hangt uit in Q1. En dat betekent dat we door zijn naar Q2. Kijk maar. Weer op de soft banden proberen om een snellere strategie te doen dan op die mediums. Dan gaan we zo meteen kijken of we misschien door kunnen naar Q3. Maar ik weet het niet, omdat het veld heel erg snel is. Dan een klein beetje doorschoten op die curbzones terecht beland. En dat gaat ons wat tijd verliezen. Lando Norris. Ik dacht Lance Stroll. Lando Norris zet dus onze tijd neer. Op dit moment. Ik heb even niet gezien wat het was. Maar dat geeft helemaal niks. We moeten van ons eigen rondje zien te maken hier in Zandvoort. Ik weet niet of je het aan mijn stem kan horen dat ik een beetje verkouden ben. Ja, ik heb wat slijm namelijk vast en dat wil er niet uit. Dus sorry als mijn stem niet zo goed is. Maar goed, het is op dit moment een P6. En Jeff zegt, ja, dit is je laatste ronde, laatste kans. Want we moeten een goed rondje hebben of anders zijn we eruit. En ik ga nu alles even lekker opwarmen. Om te zorgen dat wij misschien een snellere run kunnen doen in Q2. Ik hoop hem wel, maar je weet maar nooit wat het gaat worden. Run naar de eerste bocht is goed genomen. Klein beetje op die curbstone terecht gekomen, dat gaat nog wat tijd verliezen. Maar hier pakken we heel veel tijd goed. Het hobbelt steeds op en neer met de delta, dus daar moeten we eigenlijk niet naar kijken. Gewoon ons rondje rijden in Q2. Groen in sector 1, groen in sector 2. Een P16 wordt zo meteen. Want we pakken een halve seconde. Dat wordt een P12. Op 69.000ste van Lance Stroll. Missen wij
Q3. Dat is inmiddels Carlos Sainz geworden en het gat is gewoon 3 tienden naar Sainz. Maar wel P14. Oké, een goede kwalificatie. En Verstappen zit dicht op Lewis Hamilton. Nou, hier dan dus. Weer terug bij het oude. En dan gaan we gewoon eens opmaken voor de wedstrijd hier in Zandvoort. Ik ben heel benieuwd. It was 35 years ago that the late great Niki Lauda took his 25th and final Grand Prix win here at Zandvoort. He came from 10th on the grid to beat his McLaren teammate Alain Prost by just 0.2 of a second. Well, Zandvoort is a very different circuit today, of course, but still one with an incredible legacy. And we're going to add to that. Welcome along to the 2020 Dutch Grand Prix. Zandvoort circuit then, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. And watch out for cars making use of the DRS zone into turn 1 to try and overtake. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn 1. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel, and Perez, Albon, Stroll, Ricciardo, and Carlos Sainz. Norris, Ocon, Pierre Gasly, the rookie, Grosjean, Kvyat, Kevin Magnussen, and George Russell. Giovinazzi, Latifi, Delatraz, and Kimi Raikkonen finishes off the grid. And with lights out just moments away, it's... Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Nou, neem niet, unnecessary risk, zegt Jeff Hart. En soft, dat is de strategie. Dus we gaan heel lang door op die harde band. Ik weet niet of dat de goede is, maar we zien het gewoon vanzelf wel. We nemen denk ik wat extra fuel mee voor hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 3 hier in Zandvoort. Daar zijn we dan op de grid vanaf P14. De lampen zijn aan voor onze thuiswedstrijd hier in Zandvoort in Nederland. En we zijn onderweg. En we hebben al een betere start, want Gasly wordt al gelijk geblokkeerd door Lando Norris. Wij kunnen daarvan profiteren. Norris ook al te graag genomen. Ocon en Sainz hebben het met elkaar aan de stok. Die houden elkaar zo enorm op dat wij gewoon bijna op de rem moeten trappen voor hun. Beetje blokkeren bij deze... bocht, licht touché met Carlos Sainz. Ik dacht we konden even kijken bij Ocon, maar dat was dus niet gelukt. Sainz en Ocon zijn nog steeds in gevecht. En wij zijn naar P12. Goede openingsronde hier in Zandvoort tot nu toe. En we rijden op de harde band. Ronde nummer 2 inmiddels en daar zit dan Romain Grosjean. Blokkeert daar wat en spint daar. Grosjean is gespind. We hebben wat schade aan de ICE. We moeten oppassen dat we wat minder power hebben. En Grosjean staat daar nog steeds stil. Ronde nummer 3, DRS beschikbaar gesteld. En Grosjean is gedisqualificeerd zelfs. Oké, Romain Grosjean. Eerste uitvaller tussen aanhalingstekens van de dag. Hij is dus gedisqualificeerd. Ik denk dat hij te lang stil stond. Ronde nummer 6 inmiddels. En Lando Norris rijdt achter ons. Ook op de harde band. En ik denk dat Lando Norris zo meteen een aanval gaat wagen.
Oh, beetje op het gas en dat betekent dat Norris daar aan de buitenkant keek, maar kan daar niet aanvallen. Nog steeds een goede wedstrijd tot nu toe hier in Zandvoort. Er zijn nog 30 ronden te gaan, dus de race duurt lang. Het is een lange wedstrijd. En Norris zit daar aan de binnenkant. Hij laat hem niet staan en hij trapt op zijn rem. Verstandig, want anders was hij ook gespind, net als Romain Grosjean. Het gat naar Carlos Sainz is inmiddels 5 seconden geworden. Dat is heel groot. Maar we moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden en misschien een punt pakken, maar ik ben er bang voor dat dat niet gaat lukken vandaag. Ronde nummer 7 inmiddels, een ronde later. We zijn net over de finish gekomen. Iets te vroeg ingestuurd, beetje op de curbstone, momentje van mij. En Norris kan hiervan profiteren en is naar P12. Pierre Gasly rijdt nu achter ons en hij voert de druk op. Maar wij gaan ook in één keer harder rijden om Norris onder druk te zetten. Rood in sector 1, we maken een foutje en Gasly profiteert daarvan. We hebben een probleem volgens mij met de MGUK, denk ik. We moeten daar voor onze IRS wat lager zetten en die is ook laag, want hij is 14%. We rijden hier wel naar Gasly toe. Interessant. Hij rijdt op de softbanden. Nu DRS beschikbaar gesteld. En we rijden er wel naartoe. Maar kunnen niet aanvallen. Hij zit nog te ver weg. En Lando Norris rijdt daarvoor. Het is geel. Is er iemand uitgevallen? Okay, clear. Volgens mij is dat een Williams. Die daar langzaam rijdt. Zeg ik dat goed? Ik denk dat George Russell... Ja, sorry. Het is George Russell. George Russell uitgevallen in Zandvoort. 0 punten voor de Brit. Maar dat boeit ons eigenlijk helemaal niks. Want wij moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden. Groen is sector 1. 2 tiende sneller. Gaat naar Gasly is 3 tiende. Wow, dat is geen touché. Hier dan aan de buitenkant kijken. Gasly gooit hier zijn overtaking op aan. Er is een touché. En wij spinden daar bijna. Gasly geeft nog niet op. Maar dat was even een close moment met mijzelf en Pierre Gasly. Is de auto beschadigd? Dat weet ik niet zeker. Ik heb wel veel onderstuur in één keer. Volgens mij is mijn voorvleugel beschadigd. En volgens mij moeten we ook naar binnen. Want anders ja, redden we het niet. Ja, je zag toen net aan de rechter wing end plate aan de voorkant wat lichtgroen. Dat betekent dat die is beschadigd. Niet zo heel erg, maar ik ga gewoon toch naar binnen. En dan gaan we naar de medium band. Dit keer wel goed gesteld. Front ring damage, yes. Bij de vorige aflevering moesten we nog een keer extra naar binnen. En Gasly gaat met ons mee. Magnussen gaat met ons mee. Ocon is ook naar binnen. En waar komen wij terecht? Eerst een nieuwe neus. Die pitstop gaat ongeveer 12 seconden duren, denk ik. 7,8. Oh, daar zat Kimi Räikkönen nog. Maar we blijven ervoor. En we komen achter Louis Delletras naar buiten. Helaas de pit lane exit overschreven. Dus we moeten oppassen dat we geen penalty krijgen. En Delletras heeft het lastig. Dat is een momentje overstuur van mijn teamgenoot. Kunnen we hier dan naar de buitenkant kijken? Lukt dat? Dat lukt. Mooie inhaalactie op mijn teamgenoot Louis Delletras. En hij kan hier niet terug aan. Hij kan wel terug aanvallen. Mijn fout. Maar die positie verdedigen wij heel erg goed.
ronde nummer 14. En Magnussen rijdt voor ons. Gat is 2 seconden. Daar zitten we dan bij Kevin Magnussen. Blokkeert zijn rechter voorband, dat zie ik. We moeten nu geduldig zijn. En kijken voor een aanval. DRS zometeen geopend, maar Magnussen heeft hier ook zometeen DRS. Kijk maar. Zijn achtervleugel gaat open en wij kunnen niet naar hem toe rijden. Ook niet naar hem toe remmen, dat is nog te ver weg. En de leedras heeft een achterstand van 4,4 seconden. Daar kijken we nog bij die binnenkant, maar daar was geen ruimte. Magnussen verdedigt hem heel goed. Mooi gevecht om P16. Met nog 20 ronden te gaan in de wedstrijd. Kunnen we hier dan kijken? Nee. Aan die binnenkant. Magnussen verwacht hem daar niet en gooit de deur dicht. Maar daar zaten wij. Geen waarschuwing vanwege een toucheren van Kevin Magnussen. Daar gaat onze P17 dankzij een foutje. En dus moeten we eigenlijk overnieuw beginnen. Magnussen rijdt daar in één keer langzaam. Beide voorbanden geblokkeerd. Momentje overstuur zelfs. En we moeten eigenlijk gewoon helemaal overnieuw beginnen. Met die aanval op K-Mac. Hier dan aan de binnenkant kruisen. Magnussen gooit hier zijn overtakeknop aan. Lukt dat? Dit keer lukt het wel. Mooi. En we behouden P16. Voor ons rijdt Antonio Giovinazzi. Gat is 1,2 seconden. Daar is Giovinazzi wat langzaam op de exit. Maar wij kunnen er niet voorbij. Want het is hier heel erg smal. Ik ben blij dat de vangrelen wat verder weg staan dan in Monaco. Maar Giovinazzi verdedigt die positie goed. Dus we moeten nog even geduld hebben bij de Italiaan. DRS is zometeen wel geopend. En kijken of we dichter naar hem toe kunnen rijden. In ronde nummer 18. We zitten op de helft van de grote prijs. Gas die rijdt voor hem. En Giovinazzi heeft een momentje op die curbstone. Dat zie ik. Maar we kunnen niet aanvallen. We kunnen alleen kijken. Hier dan DRS beschikbaar gesteld, maar Giovinazzi gooit hier zijn overtakeknop aan. En we gaan ronde nummer 19 in. Ronde nummer 21. Twee ronden later en Giovinazzi verdedigt die binnenkant. Is dat slim, Jovi? Dat is slim van Giovinazzi. We moeten nog even geduld hebben. Hier kunnen we niet aanvallen. Giovinazzi heeft daar wel een momentje, dat zie ik. En zorgt ervoor dat die binnenkant geblokkeerd wordt, zodat we niet de switchback kunnen doen. Wanneer kunnen wij Giovinazzi voorbij? Er zijn nog 15 rondes te gaan. Hier dan? Nee, helaas. Ik dacht op het allerlaatste moment om toch nog voor dat gat te gaan. Alleen Giovinazzi sloot dat gat dus dicht. En als we niet een uitwijkingsmanoeuvre hadden gedaan, dan was onze voorvleugel beschadigd. We moeten op een goede manier een aanval zetten en dan ook echt voorbij gaan. Nog steeds P16 in ronde nummer 21. Hier dan weer DRS beschikbaar gesteld. Maar we kunnen er alleen maar naartoe rijden. Ronde nummer 22 inmiddels. Daar zitten we dan bij ronde nummer 23. En we kijken naar die binnenkant. Komen van ver. Raken Giovinazzi. Maar P15 is dus officieel veroverd. Maar de grip, die gaat wat achteruit, zegt Jeff. Daar moeten we oppassen. For the time being dry,
skies seem like the best tire for now. Ik merk dat het bewolkter aan het worden is, dus ik vraag naar de weerinformatie. En Jeff zegt, ja, het is droog. Er komt ook geen regen, maar de lucht zie ik wat donkerder worden. Er rijdt een Red Bull langzaam, of die staat stil. Is dat Alexander Albon die is uitgevallen? Nee, hij is niet uitgevallen. Dan heeft hij een momentje gehad. Giovinazzi kijkt daar aan die binnenkant, maar daar is geen plek, Jovi. Oh, we namen een bocht mee. Maar geen schade. Ja, de banden zijn wel wat versleten. Ronde nummer 26, nog 10 ronden te gaan en de pitwindow is open. Giovinazzi kijkt naar die buitenkant. Laat hem niet staan. En P15 is nog steeds van ons. Gat naar Gasly is 2/10. Deletras is naar binnen voor zijn laatste pitstop. Mijn teamgenoot. En ik ben benieuwd of er misschien toch nog regen valt. We duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Giovinazzi blijft buiten. En waar komen we terug? We gaan naar de softbanden. 2,7. Goeie stop. En we komen op P18 de baan op. En we krijgen Sebastian Vettel om onze oren. De blauwe vlag is dus voor ons. Is dat Vettel trouwens? Zeg ik dat goed? Dat is Charles Leclerc, sorry. Geen Sebastian Vettel, het is Charles Leclerc. Dan rijdt er nu een Mercedes achter ons. Lewis Hamilton is dat. En we gaan nu profiteren van de Brit. Max Verstappen zet een 1.13.4 neer. Oh, Lewis heeft een momentje, dat zie ik. En wij kunnen hier gewoon terug aanvallen. Maar dat doen we niet. We gebruiken hem gewoon voor de slipstream. Dan gaan we zo meteen ronde nummer 29 in. De TC is op zijn laatste loodje, zegt Jeff. We moeten het tot een minimum behouden. En dit is wel fijn dat Lewis Hamilton voor ons rijdt. Ik merk wel dat ik soms sneller ben, want ik rijd gewoon op een compound zachter volgens mij. Of twee compounden zachter. En Kevin Magnussen moet Lewis Hamilton voorbij laten in ronde nummer 30. We zijn gewoon helemaal naar K-Mac toegereden, dankzij Lewis Hamilton. En het gaat nu om P17. Rich Mix ingeschakeld, overtakenknop ingeschakeld, Magnussen is al gezien, vraagteken. Hij is gezien. Ja, de race is alweer bijna voorbij, Jeff, dus maak je maar geen zorgen. En dus moeten we nu naar Kimi Räikkönen toe zien te rijden. En die rijdt voor ons. Ja, die rijdt niet letterlijk voor ons, maar bij de tabel rijdt hij voor ons. Op de harde band. Daar hebben we dan Kimi Räikkönen. En die is hier volgens mij dan ook al gezien. Betere exit hebben. Doei Kimi. P16 is dus van ons. Maar ik denk dat we Giovinazzi niet meer kunnen achterhalen. Ronde nummer 32 inmiddels. Nice move. Er is toch wel iemand naar binnen. Oh, Kimi zit daar nog wel aan die binnenkant. Er is niemand naar binnen, sorry. Ik dacht dat hij uit de pitstraat kwam. Maar het was dus Kimi Räikkönen die nog een aanval deed. Nog 5 ronden fuel remaining, zegt Jeff. Blue flag. Blauwe vlag. Voor wie is het dit keer? Is dat Vettel? Ja. We laten Sebastian Vettel voorbij. En misschien kunnen we nu ook mee profiteren wat we ook bij Lewis Hamilton deden. Maar ik ben bang dat Giovinazzi te ver weg zit. Ik zie wel dat de componenten wel het zwaar hebben hoor. Kijk maar naar de laatste streep, die is gewoon rood. Dat betekent pas op, er is iets beschadigd.
ben ook benieuwd of we in Canada iets gaan vervangen, maar ik weet het niet zeker. Want dat is de volgende wedstrijd. We slaan Spanje en Monaco over. Ronde nummer 35 inmiddels. We zijn op een ronde gezet en dat betekent dat dit gewoon onze laatste ronde van de wedstrijd is. Wie wint de wedstrijd? Dat weet ik op dit moment nog niet. Wel een Mercedes, dat zie ik op de kaart. En volgens mij staat Valtteri Bottas. Die pakt ook een snel regelpunt met 1.12.9. Bottas wint de wedstrijd. En wij naar P16. Met een tweestopper. Oh, het grind gepakt. Blokkerende wielen, maar dat is eigenlijk geen ramp. Ja, een eenzame wedstrijd hier in Zandvoort. En hopelijk komen we beter voor de dag in Canada. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Hij pakt ook het snelste racepunt. Charles Leclerc naar P2 en Lewis Hamilton naar P3. Onszelf dus naar P16. En Bottas krijgt Driver of the Day. Terecht. Goed gereden van de Finn. Hamilton leidt nog steeds het klassement bij de coureurs. Bottas gevolgd op 4 punten. En de constructeurs wijden dus naar P8. En de kampioenschap van de rijders gezakt naar P12. En de Detra is nog steeds laatste plek op 0 punten. En hier hebben we Claire voor het interview na de wedstrijd in Zandvoort. Your team must be ecstatic with how you're performing. Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Ja, was het, Claire? Weet ik niet zeker, hoor. Great. Oké, kort interview. Team Acclaim hier dan met mijzelf en Louis Deletras. Team is dus level 7. Goed om te zien. En we klimmen meer richting dat acclaim van Deletras. Level 4 dus. Onszelf geen cash binnengekregen van de sponsoren. Omdat de wedstrijd niet zo goed was. Wel 100.000 binnengekregen. Zoals altijd. In totaal $941,76,000. Wat aan de lage kant. Maar ik hoop dat we dat in Canada meer kunnen maken. We may need to shut down facilities for a while to cut down our running costs. Ja, en Carl adviseert, misschien moeten we zelfs faciliteiten dichtgooien om wat de kosten te besparen. Maar ik ga dat dus gewoon niet doen. De faciliteiten blijven gewoon open. De activiteitstijdlijn, we gaan even kijken wat allemaal het beste is. We hebben heel veel dagen tot de volgende grote prijs. En dan hebben we ook de season break. Wat betekent een korte pauze. Maar ja, we gaan gewoon verder met de career mode zoals altijd. De volgende aflevering is dan ook gewoon in Canada. Dit was het review, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw bij mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien. Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan. Zodat jullie geen enkele review meer van me missen. Volg me even op de sociale media. Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. Reageer vooral wat er verbeterd kan of moet worden op deze video. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Canada.